allemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Mijn tweede weekvlog als stagiaire bij de DSH. In deze weekvlog neem ik jullie mee in een aantal leuke activiteiten. Zo ben ik onder andere naar twee bedrijfsbezoekjes geweest. Hebben we het vacaturefestival gehad en ben ik aanwezig geweest bij de promotiedagen in Martini Plaza. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vinden en veel kijkplezier! But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Zie nu van mijn shirt. Ja, dit is de DSH polo. Ziek, hè? Echt leuk. Ja, echt leuk. We zijn bezig met de voorbereidingen voor het vacaturefestival. Kijk, dit is hoe het er nu uitziet. Overal leuke vlaggetjes. Alle stands zijn al bijna klaar. Nou, het gaat heel lekker. En ook dit lokaal is al helemaal klaar. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Onze kantine is ook helemaal verbouwd. En dit is waar de studenten straks gaan binnenkomen. I try to do this every day, call it replication. Kijk, helemaal de open haard erbij. En onze DSH stand. Onze nieuwe sleutelhangers en een broodje. En alle flyers van onze partners. Nou, zijn jullie er al klaar voor? Hanna, ben je er ook klaar voor? Zeker. Mooi. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'm a fan. Het festival is van start en het is echt heel druk. En ja. Hoe vind je het gaan bij de ingang? Het gaat best leuk, maar het is wel hartstikke druk. Ja, het is echt snel werk. De opkomst is echt heel erg groot. Ja, maar het is wel heel goed. Ja, we zijn tevreden. We zijn echt tevreden. I know that I like to do it because it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Ik ben vandaag in Tinarlo bij het bedrijf Patter en we zijn hier aan het filmen voor een video die we maken over verschillende ondernemers. En we hebben net het interview al afgenomen en we hebben nu een beetje een tour door het bedrijf. Dus dat is echt leuk. Kijk, Luanne is al mooie b-rolls aan het maken voor het interview. Voor de Mol Groningen. En ik ben hier om foto's te maken en filmpjes te maken voor een aftermovie. En het is best wel druk, er staan hier ook allemaal stands om mij heen. Dus dat is heel leuk. Zenuwachtig, maar we zijn net gebriefd, dus komt helemaal goed. Helemaal goed. We gaan helemaal mooi vlogjes. Komt helemaal goed. Ja. Paul, komt het goed? Groningen. En hoe vind je dat het vandaag gaat? Ja, heel goed. Heel erg leuk. Het is misschien goed om te vertellen
dat Bo Groningen de afkorting is van Werkplaats Online Ondernemen. We helpen ondernemers in projecten met studenten, met online marketing en sales. En zojuist hebben we met Nelise en Paul van het DSH-journaal onder andere, hebben we de online marketing quiz gedaan met een heleboel ondernemers die weer kennis hebben op kunnen doen over dit onderwerp. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, de quiz ging ook goed, vond ik. Ja, was wel leuk. Ja, waren ook echt leuke input vanuit het publiek. Ja, er waren veel mensen die meededen. Dus ja, echt leuk. Ja, nou, top. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was alweer mijn tweede weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een blauw duimpje achter en ik zie jullie de volgende keer. Doei!